Waarom wilde u per se de dader ontmoeten? Ik heb de dader destijds gezien in een rechtszaal, in twee rechtszalen. Daar maakte hij een verschrikkelijk langmoedige indruk op ons. Hij keek ons echt aan op een manier van, ja, door uw zoon zit ik hier. Hij heeft zelfs geglimlacht toen ik mijn slachtofferverklaring voorlas. Ongeïnteresseerd? Volkomen ongeïnteresseerd. Geen enkel moment het idee hebben gegeven dat hij spijt heeft gehad. Toen niet, maar later ook niet. En dat heeft aan mij geknaagd. En waar bestond dat knagen uit dan? Als je zegt, van, het heeft aan mij geknaagd, op welke manier? Nou ja, de vraag, hoe is het toch mogelijk dat een man van destijds 36 jaar... een ventje van 16 jaar zo genadeloos om het leven heeft gebracht om een drugsruzie? Had dat niet anders opgelost kunnen worden? Gewoon met een klap? Of gewoon, hier gaan we teruglopen naar Bervershoofd? En dan zo doen, zo gruwelijk, zo genadeloos en dan geen spijt hebben. Nou, dat ging er bij mij niet in. Ik denk, dat kan niet. Nou, heeft u het proces helemaal bijgewoond? Jazeker. Dus alle details gehoord en alles ook uw zoon gezien. Ja. Dus dat zit heel erg diep. En dan kan je twee kanten op. Dan kan je de dader enorm haten. Of, zoals u gedaan heeft, je kan zelf de dader willen ontmoeten. Was er haat richting de dader? Ja, kijk, het is natuurlijk een hele vreselijke man die mijn zoon vermoord heeft, willens en wetens. Ik denk dat haat op enig moment wel het juiste woord is, maar het overheerst niet. Nee. Ik heb geen wraakgevoelens of dat soort zaken. Ik wil mijn energie, wat ik dan nog over heb, besteden aan positieve dingen. Ik heb me niet te veel met hem bezig hoeven te houden. Maar de vraag of de honger om te weten het waarom... Ja. Dat was de belangrijkste drijfveer om uiteindelijk een ontmoeting te hebben met Emiel T. Ja. Hoe was die ontmoeting uiteindelijk? Nou, uiteindelijk is het een ontmoeting geweest waar ik toch met een goed gevoel op terugkijk. Kijk, het kan natuurlijk alle kanten op, hè. Ja, nee en amen zeggen. Nou, dan heb je op een gegeven moment geen gesprek meer. Alles ontkennen, dan heb je ook in feite een waardeloos gesprek. Dat is het allemaal niet geweest. Hij heeft op een aantal vragen antwoord gegeven. Op een aantal vragen heeft hij ook geen antwoord gegeven of een onbevredigend antwoord gegeven. En tegelijkertijd heb ik hem ook van alles nog wat, zeg maar gerust, in kunnen wrijven. Was. Nou, de schade wat hij aan mij persoonlijk heeft aangericht... Wat hij aan mijn vrouw heeft aangericht, aan Remy heeft aangericht, aan de familie heeft aangericht, die is ongekend groot. Ja, Remy is uw andere zoon. Remy is mijn andere zoon. Ja. Dus kunt u daar iets over vertellen wat de schade is? We kunnen allemaal snappen als een vader of als ouders een kind verliezen, tuurlijk. En ook een broer natuurlijk verliezen, verschrikkelijk. Maar kunt u daar iets van vertellen waardoor we het misschien beter kunnen invoelen? Nou, sowieso het gemis. We hebben pas geleden zijn geboortedag meegemaakt, 7 februari. En dan word je wakker. En ja, 16 jaar lang heb je elkaar kunnen feliciteren als je nou wakker wordt. En zondag niet. Dat voelt zo niet goed. Leeg. Leeg. Kerst zie ik naar een lege stoel te kijken. En ik weet, het zijn de standaard momenten. Maar het gemis is zo groot, is onbeschrijfelijk. Wat is de belangrijkste vraag? Was het waarom? Heeft hij op die belangrijkste vraag een antwoord gegeven, nee. De dader? Nee, dat dan niet. Waarom niet? Hij heeft last van vergeetachtigheid. Gelooft u hem? Nee, hè? Ik geloof wel dat er bepaalde dingen zijn die je hebt verdrongen. Maar ik geloof niet helemaal dat je helemaal niets er meer van weet. De allerbelangrijkste dingen die heb ik hem moeten voorlezen vanuit het strafdossier. Het overrijden van Pascal, wat hij gedaan heeft, wat hem uiteindelijk zijn leven heeft gekost. Dat kon hij zich niet meer herinneren. U zegt het. Ik zeg, ja, ik zeg het, maar hier staat het. Dat waren zijn woorden. Oh, ik hoor het u zeggen. Ja, ik hoor het u zeggen.